Minister Riyad Nur Mohammed van Openbare Werken kondigt maatregelen aan tegen eigenaren van verlaten en overwoekerde percelen en gebouwen om het woonklimaat te verbeteren. Risicovolle percelen krijgen prioriteit. Eigenaren moeten zelf opruimkosten betalen. Bij geen reactie ruimt het ministerie op en berekent de kosten aan de eigenaar met boetes van 500 tot 50.000 Surinaamse dollar. Tijdens twee vergaderingen van de Vaste Commissie voor Natuurlijke Hulpbronnen in de Nationale Assemblée op 17 juni 2024 bespraken de leden actuele onderwerpen met de directieleden van EBS en NV Staatsoliemaatschappij. Beide bedrijven presenteerden hun lopende activiteiten en toekomstplannen. EBS informeerde de commissie over hun aankomende transitie. Na de presentaties beantwoordden de vertegenwoordigers van beide bedrijven vragen van de commissieleden. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft een streng selectieproces opgezet om nieuwe inspecteurs aan te trekken en de vergrijzing binnen het inspectieapparaat tegen te gaan. Na een succesvolle eerste ronde, waarbij kandidaten grondig werden geïnterviewd, volgt binnenkort een tweede ronde om hun probleemoplossend vermogen, visie en innovatiekracht te toetsen. De nieuwe inspecteurs worden vanaf het schooljaar 2024-2025 ingezet. Dit maakt deel uit van een breder strategisch plan dat een nieuwe HRM-structuur voor het inspectieapparaat omvat en gericht is op betere carrièreontwikkeling en verbeterd functioneren.